Hoi, minister-president Rutte. Hoi, Mark. Je zegt hoi, Mark, tegen de minister-president. Ja. Kan dat wel? Ja. Hoi, Mark Rutte. Hoi, Mark Rutte. Ja, ik vind het wel leuk om eindelijk een keer mee te denken met Mark Rutte. Je zegt eindelijk? Ja, want normaal mogen we nooit meedenken. Vind je daarvan dat hij dat gevraagd heeft? Nee, ik vind het eigenlijk best wel cool. Nu hebben wij een kans om iets te doen. Heel goed, ja. Ik vond het fijn dat hij kinderen ook de kans gaf. Maar zelf had ik niet echt iets om daarover te vertellen. Wat kinderen hebben, denken best wel veel anders dan grote mensen dat doen. Nou, heb je wel met kinderen dat ze ook hele onwerkelijke oplossingen kunnen bedenken. Maar ik denk best wel dat er ook goede, realistische oplossingen tussen kunnen zitten als je zoiets vraagt aan kinderen. Als kinderen gewoon meedoen, dan is het gewoon misschien wat leuker voor iedereen. Ik kan het niet verwoorden, maar het voelt echt goed. Heel erg goed. Zoals hij al volgens mij heeft gezegd, wij zijn de volwassenen van de toekomst. Dus wij moeten ook een beetje meedenken. Heb je een adviesje voor de minister-president eigenlijk? Ja, ik heb er wel een paar. Ja, online les vond ik persoonlijk wel fijn. Ik leerde evenals in de klas. Ja, ik was ook sneller klaar met mijn werk. Ja, de instructies waren ook veel sneller. Ja, dus ja, voor mij was het wel goed. Ja, meer rust aan je hoofd in plaats van de hele tijd elke ochtend stress hebben van ik moet op tijd op werk zijn, ik kan hier niks aan doen. En dan ja, in plaats van dat je echt heel vroeg je vader ziet weggaan, maar dan eigenlijk nu was het gewoon eventjes, hij is er gewoon nog. Ik denk dat ik nu ook veel zelfstandiger ben geworden met mijn werk. Als tip willen heb ik, als we minder hoeven te werken, minder naar school moeten, krijgen we ook minder stress. Ik had meer tijd om met mijn zusje te spelen. Dat was echt gezellig, ja. Er werd meer naar elkaar gekeken over hoe gaat het, gevraagd hoe je je voelt. Dat Nederland, of de andere landen, hebben nu allemaal samen regels. En dat gaat alleen op corona, maar probeer dan samen ook andere dingen te helpen in plaats van alleen corona. Zoals bijvoorbeeld armoede en bijvoorbeeld medicijnen of zo, voor bijvoorbeeld kanker, want dat is er ook nog steeds. Maak je je wel eens zorgen eigenlijk? Ja. Alles is nu gericht op corona en niemand denkt meer aan de rest van de wereld. Ja, soms denk ik wel echt van, gaan we het wel op tijd halen met al deze CO2-uitstotingen? Als ik bijvoorbeeld slaap, dan krijg ik soms geen slaap omdat ik dan denk aan de toekomst van de wereld eigenlijk. Nou ja, ik lees en zie heel veel milieuveranderingen. Je ziet nu bijvoorbeeld in India kunnen ze het Himalaya-gebergte zien, de lucht is veel schoner, dus dan gaat het ook met de gezondheid beter. Dus misschien dat ze wel iets kunnen regelen dat in ieder geval dat er weer wat, dat we niet nu weer enorme stijging krijgen en dat de lucht weer wordt zoals het was. Nou ja, we vliegen veel minder en we rijden veel minder met de auto, dus dat is wel goed. Ik wil eigenlijk dat Mark Rutte en alle ministers meer naar kinderen gaan luisteren, want kinderen hebben een hele goede wereld om de wereld mee te kunnen veranderen. Dus als kinderen nou meer met politici bezig gaan, kunnen ze eigenlijk de mensen tips geven die daar werken en dan kunnen we zo een goede wereld in Nederland krijgen. Ja, Mark Rutte, goed bezig. Doei Mark. Doei Mark, u doet het goed.